Ja, terwijl achter mij de Maastrichter klaar gaat staan om zo meteen nog voor ons te gaan zingen. En nog heel even met Cor van Nieuwenhuis. Wat we nu toe gedaan hebben is al heel veel. We hebben vorige week een rapport zien verschijnen over klimaatverandering. Waarvan een aantal specialisten zeggen het gaat sneller die opwarming dan we gedacht hadden. Zet dat die twee dingen dus in perspectief wat we hier gezien hebben in Limburg. En wat je in zo'n wereldwijd rapport leest wat vrij verontrustend is. Nou ja, het geeft gewoon de urgentie aan dat we gewoon vol aan de bak moeten. Overigens niet alleen in Limburg, maar in heel Nederland. Om ons aan te passen aan die klimaatverandering. Want dit soort heftige omstandigheden, die hebben hier natuurlijk extra impact vanwege het hellingen, de hellingen in het landschap. Maar ook in de rest van het land kunnen dit soort dingen gebeuren. We hebben gezien dat er heftige stormen zijn. We hebben ook wateroverlast. Laat ik Enschede noemen. Er zijn allerlei plekken in Nederland kan dit ook gebeuren. En we moeten overal ermee aan de slag. Want net in die reportage die we van de NOS zagen, voor een deel uit het verleden, wordt gezegd, Patrick, met het water moeten we leren leven. En we moeten met veel en meer water leren leven. Ja, en dat hebben we in Limburg ook eigenlijk wel aangetoond. Je zult niet tegen de natuur moeten werken, maar je zult met de natuur moeten werken. En op het gebied van hoogwaterveiligheid zijn er enorme stappen gezet. Ja, in deze regio hier in de Maastricht, Borgharen, Itteren, we kennen de plaatsen nog van 93-95. Het grootste rivierverruimingsproject van West-Europa is hier gerealiseerd. Maar als ik naar de kop van Noord-Limburg kijk, Ooijewansum is op 1 juli dit jaar opgeleverd. Ja. En met succes. Geen dag te laat, want 13 dagen later was het zover en hadden we hier een historisch hoge Maaswaterstand. Dus dat helpt ook. Ook het perspectief voor deze mensen. We hebben er de tijd voor nodig. We hebben er de kennis voor nodig. Maar goed, tijd. Ja, heb je dat, die tijd? Want dit willen ze niet nog een keer. Ferry, als jij nu hoort van met water moet je leren leven en dit kan nog een keer gebeuren. Wat denk je dan? Ja. Moet misschien waterijs gaan verkopen. Ja, ja nee, daar denk ik niet aan. Daar heb je de specialisten voor. Ja. Maar ben je er bang voor dat je straks je zaak weer hebt opgebouwd en dat het nog een keer gebeurt? Ik heb in 1982 of in 1985 hebben we ook een keer watersnoten. Of hadden we water uit de gul. Hebben we nog de deuren met boter ingesmeerd. Weet ik nog heel goed. Dus ik had ook een emmer met boter klaarstaan. Was nu niet. Ja. Dus als je dan weet dat het nog erger kan worden, ja, dan houd ik mijn hart wel vast. Ja, ja, meneer Pavot, u als burgemeester. Ja, het gaat om meer extremiteiten. Het is natuurlijk niet alleen die extreme neerslag. Het gaat ook om extreme droogte. Ja. En langere periodes van extreme hitte. Dat heeft ook zijn impact op de economie, op het dagelijkse leven. Ouderen zijn kwetsbaar op het moment dat je in een hittegolf zit. Dus wat dat betreft denk ik dat het veel breder is dan alleen maar het water. Het zijn de extremiteiten die voortkomen uit klimaatverandering. En daar moeten we met z'n allen, met alle kennis en kunde, moeten we mee aan de slag?